Jawel mensen, mijn naam is Oer en ik sta op het Drafestival en ik ga hier checken wat mensen van vuurwerk vinden. Sommige mensen vinden het super leuk om vuurwerk af te steken en de anderen hebben er gewoon ontzettend veel last van. De burgemeester van Enschede heeft mensen gevraagd om hier een oplossing voor te zoeken, zodat het een feest wordt voor iedereen. Maar wij gaan hier nu op een regenachtige dag even kijken wat de studenten hiervan vinden. Geen vuurwerk afsteken of juist illegaal vuurwerk afsteken. Let's go! Jawel, en ondertussen sta ik hier met drie studenten. Boys, hoe is het met jullie? Ja, helemaal goed. Hey boys, ik heb even een vraagje. Wat vinden jullie van vuurwerk? Ja, leuk. Wel of niet afsteken? Wel. En als het verboden wordt? Alsnog. En jij? Ah, vuurwerk gaat er altijd wel bij, hè? Toch, nee. Vuurwerk steek ik ook altijd wel af. En via mijn neef krijg ik ook wel eens wat illegaal binnen. Ja, dat zou ik er eerlijk bij zeggen. Lekker, man. En betaal je daar extra veel voor of krijg je een beetje korting? Oh, ik ga er nog wel een beetje kort in, dus... Hey, maar dus als het verboden wordt, dan steken jullie gewoon af? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk eigenlijk in mijn buurt, ik ken een beetje mijn vrienden, die gaan dat ook wel doen. En dan ben ik niet de minste, dat doe ik wel mee. Dat denk ik wel. Maar er zijn ook mensen in de omgeving die er last van hebben. Wat vind je daarvan dan? Nou ja, ik kan me eigenlijk ook wel iets bij voorstellen. Want vuurwerk is wel vuurwerk. Het heeft toch denk ik ook hier en daar wel wat overlast. En het is toch ook wel gevaarlijk, denk ik. Maar ook die babypijltjes eerder die in het rond vlogen, ja, je zult maar als voorbijganger zo'n ding in je ogen krijgen, weet je wel. Dus ik kan me voorstellen dat er kritiek op is. Van illegaal vuurwerk naar... Hij kan zich voorstellen dat sommige mensen er last van hebben. Lekker man, dankjewel boys. Ja, helemaal goed. Buiten regent het zo hard dat ik snel naar binnen ben gegaan. En ik sta hier met twee boys van de ROC. Boys, hoe heeten jullie? Ik ben Dween. Wie? Dween. Dween. Mikael. Hey boys, steken jullie veel vuurwerk af? Ja, maar soms. Ik vind die dingen eng, man. Waarom? Ja, gewoon je handen toch? Je hebt je handen nog nodig, hè? Ja, daarom. En jij? Ja, af en toe. Wanneer het oud en nieuw is of zo, dan pas. Maar niet echt heel veel. Maar sommige mensen die hebben er last van. Wat vind je daarvan? Ja, als je er last van hebt, dan ja. Hebben ze pech? Ja, daar hebben ze gewoon pech van. Dus je zou niet zeggen vuurwerk afschaffen en gewoon één grote vuurwerkshow hebben, tot een groot feest van wat, zeg maar. Nee, ik bedoel, als het een keer mag, dan moet je dat gewoon, kun je dat gewoon doen. Ja, toch? Dus de opa en de oma op doek hebben gewoon, ja, gewoon fucker. Die hebben gewoon vette pech. Jawel, man. En de studenten stromen langzaam binnen, net zo hard als het regen buiten. Daarom sta ik ook nog steeds binnen. Hey, ik heb even een vraagje. Wat vinden jullie van vuurwerk? Ja, mooi. Dus niet verbieden? Wat zeg je? Niet verbieden? Nee. Gewoon af blijven steken? Zeker. En de mensen die er last van hebben? Ja, die moeten mijn oordop in doen of zo. Oordop in doen, ja? Ja? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, iedereen vindt het mooi. Het is gewoon een traditie gewoon om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Ja. Ik kan wel begrijpen dat mensen zoals oudere mensen, zeg maar, die oorlog hebben meegemaakt en zo, dat voor hun wel rot is, maar ja. Oorlog, zeg je? Ja. Dus die denken dan dat ze in een oorlogszone zitten of zo? Tuurlijk, als ze een beetje de mens zijn of zo, dan worden ze helemaal wappie. Ja, dat is wel zielig, weet je. Maar ja, kunnen wij niks aan doen. Nee, je blijft gewoon afsteken. En jij? Ik vind het helemaal mooi, vuurwerk. Af blijven steken? Ja, tuurlijk. En als het verboden wordt? Gewoon doorgaan, toch? Iedereen doet het. Ja, koop je ook illegaal vuurwerk? Nee, dat niet. Nee, blijf wel bij gewoon normaal. Kijk me eens aan. Blijf me aankijken. Je liegt, jongen. Oh, niet daar. Nee. Ik doe gewoon netjes. Ik sta hier gewoon met de langste jongen van het ROC volgens mij, hè? Dat hoor ik wel vaker, ja. Dat kan wel kloppen, ja. Je bent hier om het regen op te vangen of zo? Ja, dat klopt. Voor de regen ben ik hier ingeschakeld, ja. Ingeschakeld voor de regen? Ja, dat klopt helemaal. Ik heb even een vraagje voor je, hè? Ja. Wat vind je van vuurwerk? Van vuurwerk? Ja. Ja, het is wel gevaarlijk. Maar het is voor de sfeer en het maakt toch wel echt oud en nieuw. Dat is geen oud en nieuw zonder vuurwerk, dus het hoort er wel echt bij. Maar je moet wel goed uitkijken als je geen ongelukken krijgt. Maar wel gewoon zelf vuurwerk afsteken, niet één grote vuurwerkshow. Oh. Niet één grote vuurwerkshow of zo. Je mag het wel gewoon zelf afsteken. Ja, je mag het zelf afsteken, maar dan moet je wel goed uitkijken. Ja, misschien een bril dragen voor de veiligheid. Maar je moet geen ongelukken gaan veroorzaken, nee. En de mensen die er last van hebben dan? Dat is nou eenmaal zo. Het hoort er gewoon bij. Het is gewoon één dagje dat je dan even... als je er niet van houdt, dan heb je even pech. Dan moet je gewoon even naar een land gaan waar geen vuurwerk wordt afgestoken. Of naar China, waar nog geen auto nieuw is. Moet je maar even een dagje op vakantie gaan. Moet je maar even weggaan. Lekker man, dankjewel.
Ik heb even een vraag voor jullie. Wat vinden jullie van vuurwerk? Vuurwerk? Ja. Leuk. Afsteken? Ja, soms. Wist je dat het misschien verboden wordt? Of dat je het zelf niet meer mag afsteken? Ja, had ik wel gehoord, ja, dat er alleen vuurwerkshows kwamen of zo. En wat vind je daarvan? Ja, nergens op slaan. Ja, ik vind het zonde, want het leuk van oud en nieuw is met vrienden vuurwerk afsteken en zo. En dan, ja, dan kan dat niet meer. En wat vind jij ervan? Leuk. Het is een soort traditie, zeg maar. Dus als je dan gaat verbieden, dan is eigenlijk niks speciaals meer aan, vind ik. Maar hoe heet het, die mensen die er last van hebben, ik vind het wel goed dat er vuurwerkvrije zones zijn, maar zoals bij bejaardentehuizen en zo, maar niet dat er helemaal niet meer afgestoken mag worden. Kijk, dit is de slimste opmerking van vandaag. Echt, vuurwerkvrije zones, deze twee dames gewoon in de gemeenteraad, want die hebben vol goede ideeën. Dankjewel dames. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Jawel, en ik sta ondertussen hier met de burgemeester, nou ja, zonder bal, want zijn skills zijn gewoon te gek. En nu op je nek. Hoe is het met u? Ja, goed. Een beetje koud natuurlijk. Maar ja, verder prima. En ik vind het heel leuk dat op Dran zoveel mensen al zijn, zo vroeg. Ik heb een vraag voor u. Het vuurwerkonderwerp. Ja. U hebt het initiatief genomen. Ja. Maar wat vindt u daar zelf nu van? Wat ik daar zelf van vind? Denk ik even goed na. Ik heb alle tijd. Ja, dat is mooi. Ik heb al gezegd, en dat herhaal ik maar, ik vind dat we in Enschede hebben wel heel lang heel veel vuurwerk. En we hebben natuurlijk met elkaar afspraken over gemaakt van een bepaalde tijd tot een bepaalde tijd kan het. Maar we weten allemaal dat de ervaring is dat niemand zich daar iets van aantrekt. Ik hoor ook verhalen van mensen die zeggen, ja dat zien we allemaal. En wat stelt het dan voor als we met elkaar afspraken maken? En ik vind het ook lastig als ik dat zie, daar heb ik ook helemaal geen zin in. Om naar buiten te lopen, om te zeggen, kan het wat minder. Ik voel me daar ook niet prettig en veilig bij. Afschaffen, dat hoeft van mij helemaal niet. Maar wel afspraken maken en je eraan houden, dat wel. Dat is heel lastig, want voor de politie is dat ook niet te doen. We hebben op oud en nieuw met elkaar, nou ik heb het geweten, maar parate kennis. Eigenlijk hebben we met oud en nieuw overgrote deel van de inzet van het hele jaar. Nou kun je echt ook van afvragen, moet dat nou? Dus mensen, jongeren die veel vuurwerk afsteken, maak je niet druk. De burgemeester gaat het niet verbieden. Je mag gewoon vuurwerk af blijven steken. Maar doe gewoon even lekker relaxed. Denk aan je mensen om je heen. Dat is wat de burgemeester zegt. U komt nog een keer training geven bij mij, hè? Ja, dat zou ik heel erg leuk vinden. Hey, die staat vast. Goed zo. Okay. Box hem nog even. Ik heb hier gewoon een aantal boys gevonden, die staan hier gewoon volop in de regen. Lekker hoor, boys, lekker hoor. Hey boys, ik heb even een vraagje van jullie. Hè. Wat vinden jullie van vuurwerk? Ja, wat vinden wij van vuurwerk? Ik denk dat ik vuurwerk wel leuk vind, maar best wel gevaarlijk. Ja, heb je wel eens ongeluk gehad met vuurwerk? Nee, ik persoonlijk zelf niet. Wat zou je doen als vuurwerk wordt afgeschaft? Ja, ik denk dat het wel bij Nederland hoort. Ik denk dat iedereen wel bezig is met vuurwerk. De ouderen, volwassenen, kinderen. Maar ik denk voor de jeugd beter leuk is. En wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het mooi. Ik hou ervan. Als er geen auto nieuw was, dan is er ook geen mooi Nederland. Koop je ook wel eens illegaal vuurwerk? Nou. Niet liegen. Ja. Mooi eerlijk. Ja, eigenlijk wel. Koop je wel eens illegaal vuurwerk? Nee joh, nog nooit gedaan. Hij liegt hè. Hij liegt. Kijk eens even in de camera. Kijk eens even in de camera. Die ogen zeggen genoeg van hem hè. En Jera, jij komt sowieso ook wel eens illegaal vuurwerk hè? Ja, ik denk dat iedereen het wel doet. Van een vrachtwagen gevallen? Nee, dat niet man, dat niet. Gewoon eerlijk op, gewoon eerlijk op. Dus boys, gewoon vuurwerk afsteken dus? Gewoon, dat moet. Hij moet. Vind ik niet kunnen man. Die jongen daar, hij ligt keihard. Lekker man boys, dankjewel. Het gaat om jullie. Dus stem, help mee, g1000.nl, praat mee. Doe alles gewoon wat je moet doen, gebruik je social media. De burgemeester luistert naar jullie. En de conclusie vandaag, de meesten willen gewoon vuurwerk af blijven steken. En ze willen ook nog wel een beetje rekening houden met de opa's en oma's. Of een paar rebelse pubers na. Maar goed, het regent hard. Ik kap ermee. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren en te reageren wat jij ervan vindt. Praat mee over vuurwerk. Ik zeg tot de volgende keer. Ciao.